Hallo mensen, ik ben Frank en welkom terug in Valiant Hearts The Great War. We gaan vandaag verder gewoon waar we natuurlijk gebleven zijn. En als eerste komt natuurlijk wat verhaaltje weer. En dat was net buiten de flits van bliksem. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Oh ja. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels. Dit hebben we al gezien. That would become the indelible image of the Great War. Carl's regiment retreated to the outskirts of New Chapelle. Dit weten we al. Camp where Emil was being held prisoner. Dit klopt niet. Dat was een ander stukje als dat we nu zouden moeten zien. Want ook we zijn nu ergens anders. Ik weet niet hoe dit komt. Het kan zijn dat Uplay de save files een beetje heeft gefakt. Dat weet ik allemaal niet. Ik ga ook eigenlijk geen aannames proberen te maken. We gaan gewoon lekker spelen. Gewoon een kwartier lang. Valiant Hearts. Oké, let's go. Zeg Freddy. En het regent. Oh ja. Dit ken ik. Dit hebben we al een keer gedaan inderdaad. Oké. Snel. Knippen. Goed zo. En zijn we allemaal weer dood. Ik sluit het in elkaar. En we gaan weer naar de volgende. En we wachten. Ik sla dit. En we lopen door. Oké, we moeten het laten ontploffen. Wat is dit? Ah? Het doet 2... 3, 2. Oh. Oh, op de dosis dynamiet staat hoeveel het is. Dus we hebben 2. Hier moeten 3, is dit 3? Ik denk dat dit 4 is. Oh, je wil me ook nou. Oh, nee, Tom. Sowieso hier de 2. Oh, ja. Oké, hij moet sowieso hierheen. Moet ik even de 3 vinden. Dat is 4, dat is 2, dat is 1. Ah, boven is 3. En ik hoop dat de camera een beetje... goed er alsnog uitziet. Want het lijkt alsof het heel slecht is geworden. Ik zie er waarschijnlijk heel blauwerig uit. Oh ja, je kunt naar beneden vallen. Dit is van die Aziatische muziek. Ja, Farnel! Oké, dat was een heel lelijk gezichtsuitlaat van mij. Oké, we kunnen er wel. Dynamiet. Achtung. Geen granaten gooien. Ja, dag. Natuurlijk wel. Emil, de hond. En de tractor, ik weet het weer. Alleen die waren toch andersom? Oh. Hij heeft ze gered. Jeroen SOS. Ja, kun je deze hek even doorknippen? Tuurlijk kan ik dat. Stop, hond. Lekker relaxte muziek. Kun je ook mijn kettingen doorknippen? Ja hoor, tuurlijk. Ik weet niet waarom ik die dezelfde stem geef. Merci, mon ami. Merci. Heb je wel dorp gezien? Ja, ik moet naar Carl.
En die is met Van Dorf. Dan gaan we eens samen naar Carl en Van Dorf. Ja, ik... Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. In Ypres? Ik wil zeggen, ik vertel het verhaal wat zij in strip doet. Gas. Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn, dit soort gas. Chlorine gas was used for the first time by the Germans. Chlorgas. Oh, de hond. Hondje. Geweldig hond. Nee, maar ergens. Hier was een collectible. Nieuw dagboek, vrijgespeeld. Die ga ik wel lezen. Oké, wat de dag. Ik ben vandaag 2 keer gered. Eerst door een Amerikaanse soldaat en daarna door een hond. Maar ik ben eindelijk vrij. Ik heb Carl gezien. Voor het bombardement. Hopelijk heeft hij het overleefd. Ik zal proberen te zoeken. Oké. Hier moeten we een doos op laten vallen. En Freddy zegt... Hij is dood. Hoe werkt dit dan? Huh? Oh. Laat maar. We hebben naar beneden. En nog een keer naar beneden. En ik zie hier ook een collectible. Holt, ga erop. Nee. Ik zie daar namelijk een gat. En dan moet ik hier. En de hond. Die? Slimme hond. En... Ja. Oh, een lek. Die hond heeft trouwens een moonwalk, maar goed. 2 karretjes. Oh. Oh, collectible. Ja, ik weet nog niet of ik dit helemaal goed doe. Want die zijn ook wielen daarop. Maar ik denk het wel. Deze doos moet alvast even omhoog. Nee. Ik zei omhoog. Domme hond. Nee, hij is slim en het is een schatje. Hij gaat alleen niet nu 2 keer zo langzaam, maar goed. Die zet ik hieronder. En dan moet ik waarschijnlijk deze zendel overhalen. Blijft ook gewoon vastzitten, maar goed. Oh, dit is wel goed. Ik moet gewoon dit in elkaar over laten lopen. Maakt dit nog wat uit? Ja. Oh. Ja. Gaat het ploffen? Oh. En Emil. Iedereen is blij, maar waar is Emil? Ik ben niet zo blij. Die zit ook net in het chlorgas.
Oké, hij leeft nog. Oh, trappetje. En waar is de hond? Ik weet niet waar de hond is. Come on, Emil. Hij is hier. Oké, come on, Emil. Jij liep even terug. Waarom deed je dat? Wondorf. Met bommen. Rennen. Oh, dat is chloorgas. Denk ik. Hij gaat er overheen. Ik ga binnen door. Oké. Ik heb geen idee wat er aan het gebeuren is. Wat? Oké, ja. Oh, mand. Jij hebt daar iets. Nee. Oh, got a collectible. Nou ja, goed. Die mand hang ik hier aan. Dan kan de mand. Kan de hond daarin? Oh. Nee, ik deed de hond. Ik weet niet waarom ik de hond aan deed. Ja, sorry. Ik probeer het. Nee. Hoi. Thank you, my friend. You well? Ja, heb jij die knippers? Ja, no worries. Tuurlijk. Zo. Hond. Oh, bommen. Oh. Dat is niet goed. Nee, geen tijd. Vrees dat we doodgaan. Nee. Nee, we gaan niet dood. Oké, rennen. Dat is een auto. Hallo. Het is een vrouw. Her name was Anna. Anna. A Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. Nou, dat is mooi. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Rot Duitsers. Altijd die Duitsers. Oké. Ik bestuur de auto. Oké. Altijd leuk die muziek in deze game. Dus heel nette achtervolgingsmuziek. Ook de bommen vallen op de maat van de muziek. En ook de kogels worden geschoten. Op zeg maar. Op het goede moment in de muziek. Dat hebben ze heel goed gedaan. Op zich, het is ook Ubisoft, dus ik had dat eigenlijk ook wel verwacht dat het goed was gedaan. Voldoor. Bom, bom. Oké, gaat langzamer. Maar hoe kan die Zeppelin net zo snel zijn als... ding? Mijn, oh, tussendoor. Ja, goed zo. Mijn. Ze moeten echt leren richten. Die hond. Verdof. Oh, dat wisten ze nog niet. Oh. Dat is niet goed. Freddy mag niet doodgaan.
Oké. Sorry, het is een heel slecht moment om de video te stoppen. Maar goed, dat ga ik toch doen. Want ja, de video moet toch een keer gestopt worden. Het is nu 15 minuten geweest. Lekkere cliffhanger voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.